Kijk, zo'n namenwand is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor mensen die er langslopen en opeens geconfronteerd worden met meer dan 100.000 namen van mensen die niet meer zijn. Het zijn namen, maar het zijn wel mensen geweest. En letterlijk, en figuurlijk, maar letterlijk zijn bijna al die mensen in rook opgegaan. Ze zijn er niet meer. Ze hebben geen graf. Ze hebben een naam. En die naam kan je aanraken. Daar kan je naartoe. Daar kan je over nadenken. Ik zal zeker, want dat kan, je kan namen adopteren van het monument. En ik zal zeker mijn familieleden adopteren. Maar er is één naam van iemand, en dat was een mevrouw, die heette Bertha Vig Fuchs. En ik las in het Parool een paar jaar geleden over Joodse huizen, waar mensen vandaan zijn gehaald, gedeporteerd zijn, om nooit meer terug te komen, vermoord dus. En toen bleek het dat de woning onder mijn atelier in de Helmerstraat, daar had die mevrouw gewoond. En die mevrouw heette Bertha Vig Fuchs. En ik heb daar mijn eigen namenwand gemaakt. Ik heb op de punt waar haar bel zat, heb ik haar naam teruggebracht, zodat mensen die bij mij thuiskomen op het atelier wel eens zeggen, wie is die Bertha Vig Fuchs? En dan hebben ze de naam uitgesproken, dan leeft ze weer. Dus ze zit op mijn bellenbordje, maar ik wil ook dat ze op die wand komt. En dan zal ik haar adopteren. En dan bestaat ze weer even. En dat doet zo'n namenwand.